Hey YouTube, we zijn er weer met een nieuwe review. Enige tijd geleden heb ik een mooie trade gedaan met iemand uit Amerika. Ik heb toen de vier hele mooie flessen Cantillon opgestuurd naar iemand in Amerika en die heeft mij daarvoor een mooie biertje teruggestuurd. Een paar biertjes die jullie misschien daarvan hebben kunnen zien waren twee van Treehouse, de Haze en de Hurricane. Ja, echt subliem. Echt heerlijk. En we gaan nu nog een biertje daarvan doen. Het is deze. De Hop Juju, een Imperial Pale Ale. Een Imperial, sorry. Van 9%. Ik kende de brouwer niet. Het is Fatheads. Zoals je kunt zien op het flesje. Erg leuk gevonden. Ik zal even lezen wat er op het flesje staat. The magical hops cast their spell. The natives chant and the drums beat. Witchcraft? Maybe just a little. Hop Juju is a supernatural beer with a reckless use of hops, creating aromas and flavors of citrus, pine, tropical fruit and a juicy, resiny hop finish. Enjoy. Ik had even gekeken op Untappd en daar kreeg deze een gemiddeld een 4,29, dus dat is echt super hoog. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Fathead Brewery komt uit North Olmsted, Ohio. Ik ken de brouwerij niet, maar ik ben erg benieuwd naar deze Imperial India Pale Ale. Dus we gaan hem openmaken en kijken wat hij doet. Check trouwens even het dopje. Echt geniaal hoe leuk die is. Helaas geen glas van Fatheads, dus we doen het met dit mooie glas. Wow. Echt een super mooi kleurtje. Echt heel mooi. Een beetje gebroken wit schuimkraag. Hele grote belletjes bovenop, kleintjes onderin, echt heel mooi. Wow. Zo. Oh ja, citrus. En dat beetje dat pine ruik je ook goed terug. Dit biertje heeft trouwens ook aardig wat, prijsjes gewonnen. Dat zie ik hier op het flesje. Een gouden medaille van 2013 en 2015. En een bronzen medaille van 2016 op het Great American Beer Festival. En een gouden medaille in 2016 voor de World Beer Cup. Dus dat wil wat zeggen. Nou, schuimkraag is vrij snel weg. Dat is al jammer. Maar hij ruikt echt heel veel citrus inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat smaken. We gaan hem even proeven. Proost! Wow. Oké. Ja. Oh my god. Dit is echt super goed.
Ja. Ik snap die hoge score op Untappd volledig. Ja. Heel erg. Ja, dat beetje dat pijnie. Dat, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Je ruikt ook heel erg. Het ruikt echt heel erg naar dennenaalden. Heel veel citrus ook. Je proeft heel veel citrus. En echt een heel mooi bittertje. Echt heel mooi complex bier. Er komt echt van alles, alles tegen. Het begint echt een beetje met die citrus, heel subtiel. Dan komt die dennenaalde smaak, die kom je dan tegen. Wat mooie, hele mooie, volle, hoppige smaak. Heerlijk mondgevoel ook op het eind. Echt een heel mooi compleet bier. Echt super. Ja, dit is echt een hele mooie. Dus dit is weer een mooie, wederom weer een mooi biertje uit de treed. We gaan dit een cijfer geven en dit gaan we, ja, een 4,5 van de 5, ja. Misschien zelfs nog meer dan de 4,5. Ja, een 4,75. Ja, nee, zeker. Ja, nee, dit is een echte 4,75 waardig. We gaan... ik ga dit biertje mooi nog even lekker opdrinken. Daar ga ik lekker van genieten. De andere biertjes die in deze trade zaten waren onder andere, je ziet hier het doosje er al van staan, een Bourbon County dat is een hele mooie stout, hopelijk een hele mooie stout. En ik heb daar ook nog een barley wine van staan. Die heb ik ook nog. En we hebben nog een hele mooie Barrel Aged Stout van Texman. Daar heb ik in mijn vorige trade, dezelfde persoon, heb ik daar een echt een hele mooie... volgens mij, wat was het, joh? Een Belgische Pale Ale. Volgens mij dacht ik, maar die was ook echt super lekker. En, dus ik ben heel benieuwd ook naar die, naar dat biertje. Je kunt me uiteraard volgen op social media. De linkjes daarvoor staan onder in de box. Facebook, Untappd, Instagram. Like de video, abonneer je op mijn kanaal, laat commentaar achter. Altijd leuk. Die andere biertjes van de trade, die gaan zeker nog komen. Waarschijnlijk niet heel snel, maar we hebben nog een heleboel andere mooie dingen ook liggen die we weer gaan reviewen. En ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer.